Goedenacht. De Amerikaanse Senaat heeft vanavond met grote meerderheid het INF-verdrag tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie goedgekeurd. En daarmee is de laatste belemmering weggenomen voor uitvoering van het verdrag, waarin de verwijdering van alle kernraketten voor de middellange afstand wordt geregeld. De stemverhouding was 93 voor en 5 tegen. Een overweldigende meerderheid dus voor het INF-verdrag. De goedkeuring van de Senaat valt net 2 dagen voor de topontmoeting tussen Reagan en Gorbachev in Moskou. Het verdrag regelt de afschaffing van kernraketten voor de middellange afstand. De Amerikaanse Senaat heeft heel lang over de goedkeuring van het verdrag gedebatteerd. Velen waren bang dat er geen controle mogelijk was of de Russen de kernraketten echt zouden opruimen. President Reagan liet vanuit Helsinki weten tevreden te zijn over de steun van de Senaat. Wel maakte hij zich bezorgd over het interpretatieverbod van diezelfde Senaat. Toekomstige Amerikaanse regeringen mogen daardoor geen nieuwe uitleg geven aan het INF-verdrag. Rijkswaterstaat heeft een oliebestrijdingsvaartuig gestuurd naar de Anna Broeren, het Nederlandse schip dat vanmiddag op de Noordzee is gezonken. In de ruimen zitten gevaarlijke stoffen. De Anna Broeren kwam 100 kilometer ten westen van IJmuiden in aanvaring met een Zweeds schip en het zonk onmiddellijk. Van de 11 bemanningsleden wordt er 1 vermist. Rijkswaterstaat wil nu weten of er chemische stoffen uit het raam van de Anna Broeren stromen. Protesterende boeren en aanslagen van linkse guerrilla's hebben Colombia een week vol geweld bezorgd. 16 mensen werden tot nu toe gedood, tientallen raakten gewond. Explosies zijn aan de orde van de dag in verschillende Colombiaanse steden, vaak met veel schade zoals hier in een warenhuis in het westen van het land. De acties van de guerrilla's richten zich, net als die van de boeren, tegen de bloedige optredens van uiterst rechtse doodseskaders. En verder eisen ze versnelde uitvoering van landhervormingen. De boeren ondersteunen deze eisen met protestmarsen die in verschillende steden tienduizenden deelnemers trekken. De grote linkse partijen hebben de regering beloofd te helpen bij het beëindigen van de protesten. Een grote sleutelfiguur uit de Colombiaanse drugsmafia, Alvaro Triano, is zojuist door Aruba uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Uit angst voor aanvallen vanuit het cocaïnekartel uit Colombia is deze uitleveringsprocedure aanzienlijk sneller verlopen dan normaal. Sinds een week waren Nederlandse mariniers ingezet voor de binnenlandse veiligheid. En zij blijven nog enige tijd op Aruba, omdat men daar nog steeds vreest voor wraakacties van het kartel. De Organisatie van Afrikaanse Eenheid, de OAE, wil dat Afrikaanse landen weigeren nucleair of giftig afval op te slaan. Het Nederlandse stewardoorsbedrijf van Santen BV verklaarde donderdag dat Congo bereid is 1 miljoen ton giftig afval van hen te verbranden of op te slaan. Ook zwaar verontreinigd chemisch afval uit België, Luxemburg en de Bondsrepubliek kan terecht in Congo. Het land verdient daar vele miljoenen guldens aan. De OAE nam na dat bericht vandaag een resolutie aan waarin staat dat Afrikaanse landen niet dat soort verdragen moeten sluiten. De Nederlandse Vereniging van Natuur en Milieu vindt dat een onafhankelijke commissie moet oordelen over de manier waarop in Mol radioactief slib wordt opgeslagen. Bij het Belgische kernenergiecentrum is grondwater besmet met radioactiviteit. Deze betonnen bak bij het kernenergiecentrum in Mol bevat 80 ton zwaar radioactief slib. Het wordt permanent afgedekt door een laag water. Doordat de bak lekt, komt er radioactiviteit in het grondwater. Uit metingen van het kernenergiecentrum zelf zou dit water niet meer bevatten dan 15 becquerel. Dat is minder dan voor drinkwater is toegestaan. Het lekwater onder de betonnen bak wordt via buizen in de grond opgepompt en gezuiverd. En ondertussen probeert men erachter te komen waar de bak precies lekt. Maar volgens Natuur en Milieu is het zo niet mogelijk al het besmette water op te vangen. Koninklijke Nederlandse springstoffenfabrieken wil het dividend verlagen van 45% naar 25%. En de reden hiervoor is de gang van zaken bij de omstreden kruidfabriek Muiden Chemie. De kruidfabriek kwam vorig jaar in opspraak door publicaties dat het bedrijf kruid zou leveren aan Iran, zei het via de omweg van enkele Zuid-Europese landen. Vorige maand besloot het ministerie van Economische Zaken daarom Muiden Chemie een exportvergunning naar Portugal te weigeren. De productie moest drastisch worden beperkt en een groot deel van het personeel werd enkele weken naar huis gestuurd. In 1987 verwachtte het bestuur nog dat de winst die over 86 zou overtreffen, maar vorig jaar werd niet meer dan ruim 4 ton verdiend tegen 1,7 miljoen gulden het jaar daarvoor. En voor dit jaar verwacht het bestuur een negatief resultaat. En dan nog het weer. Vannacht en morgen is er weer vrij veel bewolking.
Er zijn ook buien, soms met onweer. En vannacht is er ook mist. Middagtemperatuur morgen zo'n 17 graden. Dat was het laatste journaal van vandaag. Goeienacht en als u gaat slapen, welterusten.